Dag allemaal, met Younes van Buursport hier. Vandaag gaan we een aantal beenspieroefeningen zien. We gaan starten met een opwarming en 3 of 4 beenspieroefeningen. We starten met een statische opwarming voor de benen. Zet een stap naar voren en hef je andere voet 90 graden omhoog. Hou deze positie 2 à 3 seconden aan en plaats je voet terug op de grond. Doe daarna hetzelfde met de andere voet. We gaan over naar de bench squat. We beginnen makkelijk. Vind een box, stoel of gewoon een bankje in het park. Ga voor het object staan met je rug er naartoe en op schouderbreedte. Dit is de startpositie. Zak nu langzaam door je knieën totdat je op het bankje zit. Sta je weer op, zodat je terug in de startpositie komt. Heel belangrijk, zorg dat je knieën niet voorbij je tenen komen en probeer tijdens het squatten vanuit je hielen te duwen. Haal het object nu achter je weg en voer de squat uit. We gaan verder naar de jump squat. Een jump squat voer je uit door in een squat te gaan zakken en dan explosief zo hoog mogelijk te springen. Deze oefening voer je 10 keer uit. De volgende oefening is de Bulgarian Split Squat. Bij deze oefening komt wat meer balans kijken, omdat je maar op één been leunt. De andere zet je op een verhoging achter je. Zorg ervoor dat je voorste voet niet te ver weg zit. Als je naar beneden zakt, moet je knie een hoek van 90 graden maken. Je achterste knie moet de grond net niet raken. Hou je rug recht en duw vervolgens jezelf weer omhoog. Wij gaan over naar de kuithef. Start eerst op de grond, duw jezelf omhoog tot je op je tenen staat. Laat dan heel langzaam, ongeveer 10 tellen, je hielen zakken tot de grond. De volgende stap, ga op een verhoging staan met je hielen aan de rand. Half omhoog tot je op je tenen staat. Laat dan heel langzaam je hielen zakken tot onder het niveau van de verhoging. Om de oefening moeilijker te maken, kan je je handen op je heupen plaatsen voor de evenwicht. Hier voer je 3 setjes van 10.